Aan de witte piano. Het was gewoon aan de opstapplaatsen van de metro's in New York. Oh. En Mark heeft het nog niet luisteren. En niet willen luisteren naar Mark Thuismans. En ik maar aandringen. Maar aandringen. Maar je krijgt nog een paar rondes om aan te dringen. Ah, ja. We gaan nu eerst naar de tussenstand kijken. En dat is 0 punten voor de ploeg van Danny en 3 punten voor de ploeg van Miguel. Hij mag aandringen in deze ronde, want de ploeg van Danny gaat een nummer voordragen in een andere taal dan waarin het eigenlijk wordt gezongen. En ik weet niet wie van jullie deze zware taak voor zich gaat nemen. Peter? Is dat een eerste keer? Ik. Ja, mijn eerste keer. Oh. I was a little boy. And Sunday morning was hell. Vickers told me what I could do, I could not do. And God, he always saw everything. He was big and severe, like a policeman. So I put up my sticky coin in the little collection bag. Sunday afternoon, my mother visited my aunt, and I had to go with her. I got a piece of cake, a wet kiss, a pinch in my cheek, and a cup of sloppy tea. I know it already. Yes, Aunt Julia. Yes. I seem older yet. I'll play the piano if you want to. But get your tits off my shoulder. Oh, oh ja, tante Julia. Ik speel piano als je wilt, maar haal uw borsten van mijn schouder. Een ongelooflijke hit van Boudewijn de Groot. Het was een kleine jongen, zondagochtend was een hel. Dominees vertelde me wat ik niet mocht en wat wel. En God zag altijd alles, groot en streng als een agent. Dus in het kerkenzakje deed ik daar mijn kleverige cent. En zondagsmiddags ging mijn moeder op visite bij mijn tanden en dan moest ik mee. Ik kreeg goed om te zoenen en een knipje in mijn wang en een kopje slappe thee. Allee? Oh ja, Pantilia. Ik lijk alweer verlouden. Ik speel piano als je wil, maar haal uw borsten ervan van mijn schouder. Dat is een zeer goede uitvoering van Mark Thuismans. Ja. Is het iets gekend? Het is iets gekend. Maar hoe oud zijn jij? Ik ben 33. Ben ik. Dankzij Andrea Kronenbergs. Dus een punt erbij voor de ploeg van Miguel. En dan moeten we toch nog even naar de punten gaan kijken. En dan moet ik constateren dat de ploeg van Danny nog steeds 0 punten heeft. Daarentegen de ploeg van Miguel 4 punten. Terug naar de schermen kijken hier achter mij. In deze ronde zoeken we een zin van 5 woorden. En ik ga meteen naar jullie, want jullie moeten punten scoren in deze ronde. Ja. Maar eerst een eerste scherm aanwijzen. Ikke? Ja. 1. Scherm nummer 1. Maar Sarah, ik ga nu echt zwijgen. Sarah zwijgt. Zwijgen en zingen, is het goed? Ja, dat is goed. Oké. Mag Mark nog eens kiezen? Allee, kom. Ja? Okay. Omdat het een tekst van tante Julia is. Hij mag dan weer bordjes aanwijzen. Ja. Twee rode schermen naast elkaar, er komt vrij weinig hier. Oeh, wat een logica. Hier kan alles. Dus ik zeg gewoon 2. Scherm nummer 2. En wat is jouw functie in de notenclub? Onnozel doen. Dat is goed. Daar komen we straks op terug, maar nu naar de ploeg van Danny. Want geen probleem meer voor jullie, hè? Kies maar een scherm. Nu wil ik wel eens kiezen. Ja? Allee. Scherm nummer... Ik riskeer nummer 3. Scherm nummer 3 is... Weet je, we gaan gewoon liedjes zingen tot we erbij neervallen. His. His. Tenminste... Nu? Anja, zeg niet zo ongeduldig. Tante Julia. Hela. Ik speel piano, maar wanneer ik wil. Ah. Ja. His. His. And held loosely by his side. Streets of London. Streets of London, Streets of London. Ken ik? Ik ken ongeveer.
Have you seen the old man? He's down market, picking up paper with his worn out shoes. In his eyes you see no pride, held loosely by his side. Yesterday's paper, telling yesterday's news. So how can you tell me you're lonely and say for you that the sun don't shine? Let me take you by the hand and lead you through the streets of London. I'll show you something to make you change your mind. Het was. Het was mooi. En het ziet er ook zeer goed uit voor jullie eerste punt. Want scherm 4 of scherm 5 zijn sowieso een blauw scherm. Dus. Blauw. En dat is schermnummer? 5. Schermnummer 5. Best. Mochten jullie al weten welk nummer wij zoeken, graag. Anders nog een nummer met best. Natuurlijk weten wij dat. Father Wears His Dude Best. Weten wij dat? Komt uit. Danny weet dat. Danny weet het. Sunday Best Madness. En? Our House. Our House van Madness, inderdaad. Father wears his Sunday best. By the star, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Dat was niet zo simpel. Krijgen wij nu ook een punt? En het heeft inderdaad een punt opgeleverd voor de ploeg van Danny. Oh. En we gaan meteen voor dat tweede punt. Ik hoop dat dat punt voor het raden was en niet voor het zingen. Voor alle twee. Maar voor het raden komt het nu. Want Our House was in 1983 de grootste hit van de Engelse ska-band Madness. In datzelfde jaar werd in Vlaanderen een nieuw radiostation geboren. Over welk radiostation heb ik het nu? Welk jaar? 83. Dat moet... was het een nationale, toch? Hè? Ik denk dat was zo Studio Brussel. Studio Brussel, dat is goed geantwoord door Danny Buijs. En we zijn meteen op de twee eerste punten binnen vanavond daar voor de zwarte piano. Een nieuwe zin van vijf woorden komt eraan. Het is aan ons. Het is aan jullie. Is er ons? Gewoon? Ja. Scherm nummer 1. Gewoon het middelste scherm? Dat is goed. Scherm nummer 3. Drie? Scherm nummer 3. Drie. Je of ja. De je. Ah, Frans. Ja, kan ook Frans zijn. Iets in het Frans is? Ja. Andrea? Je t'aime, moi non plus. Zal ik een beetje... Ah, Zal ik een beetje hijgen? Ja. Ze was nog pas op televisie over tijd. Hoe heet ze daar? Jane Birkin, zei de Frans in de tijd. Ja. Jane Birkin. En dan jij Gainsbourg? Serge Gainsbourg. Allee. Ja. Wat is er? Dat is een grijsboer. Doen we je ten man op Grijsboer. Of kan dat niet voor flikken? Andrea kan alles. Hij kan dat goed voor flikken. Ja, nee, maar. Ik denk aan iets anders. Ja. Waaraan denk jij dan, Andrea? Ik denk aan Johnny. Ik ook. Ik was ook juist aan Johnny aan het denken. Ik weet dat er Jean komt, maar ik kan even niet op de zin komen. Johnny? Johnny, tu n'es pas un ange. Ne crois pas que ça me dérange. Quand il me réveille, il se conduit. Kom, begin eraan. We zullen wel zien. Oké. Is goed. Johnny, tu n'es pas un ange. Ne crois pas que ça me dérange. Jour et nuit, je pense à toi. Toi, tu te souviens de moi au moment que ça t'arrange. Et quand revient le matin, tu t'endors sur mon chagrin. Johnny, tu n'es pas un ange. Johnny,
Johnny, si tu étais plus galant. Johnny, Johnny, je t'aimerais tout autant. Johnny, Johnny, si tu étais plus galant. Johnny, Johnny, je t'aimerais tout autant. Mag ik kiezen? Jawel. Scherm nummer 2. 2. Nee, toch? Nee, dus. Geef maar aan ons. En welk scherm meer bepaalt? 1. Scherm nummer 1. Ik. Ja, goed, hè? Ik geef je. Nou. Het zou een roosje kunnen zijn. Maar dat zou ook een liedje met ik kunnen zijn. Ja. En wat kies je? Ik vind dat toch geen mooi liedje, dus we doen een liedje met ik. Oké. Okay. Klopt het? Dat is goed, ja. Is goed, ja. Iets in het Hollands. Iets Hollands, ja. Ja, iets van Borsato dan, hè. Ja! 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 Nou. Je hoeft niet naar huis vannacht. Je hoeft niet van, daar lijkt het wel op. Je hoeft niet van huis naar van huis vannacht. Ik hè? Huis. Ja. Ja ja. Ja. Komt daar. Het is al laat, veel te laat, dat het ons om hetzelfde gaat. Hoeven wij niets meer te zeggen. Zoent me zacht, ik voel de kracht. Ik is mooi als het naar je lacht. Niemand hoeft daaruit te leggen. Op mijn lippen ligt wat jij me wil zeggen. Nee, je hoeft niet naar huis vannacht. We hebben al zo lang gewacht. Want de nacht is het hart van een liefde die lacht. Goed hoor, meid. Nou, dank je. Nou, hoor. 4 of 5 resten nog en 1 van de 2 is een rood scherm. Tussen haakjes. Geen rood scherm? Ik denk dat... Ja. 4. Scherm nummer 4. Ah. Maar geen probleem meer voor de witte piano, want achter scherm nummer 5 zit welk woord? Roos. Ik geef je een roos, Danny. Ja. Ik dacht, dat kan niet dat ze zo'n liedjes... Ik ken een mooi liedje meer. Ik heb een ongewone oplossing. Een ongewone oplossing. Ja. En? Het als de roos op je hoofd is verdwenen. Maar dat zal het niet zijn. Nee. Respect voor de dood, Andrea. Rozen voor Sandra kunnen zijn? Nee, zeg jongens, als die weet. Dat is eigenlijk een liedje van Camille van den Bossen. Ik geef je een roosje, een roosje. Ja, inderdaad. Een paar maanden geleden overleden. Een roosje, elke keer. Connie van den Bos, ik geef je een roosje. Zo'n bos roze. Hij vergeet nog die eerste ontmoeting. En hij weet nog precies wat ze zei. Hij vergeet nooit hoe zij in zijn armen. De liefste ben jij. Hij vergeet nooit die nacht na de trouwdag. Haar grapjes, haar ernst en haar trouw. En hij weet nog precies hoe ze lachte. Toen hij zei, ik maak een liedje voor jou. Ik geef je een roosje, mijn roosje. Ik geef je een roos elke dag. En ik hou van jou tot de wijs onder. En de echo niet lacht overlaat. Mooi, mooi.
Dat mag je nu niet meer lachen, dat is echt mijn jeugdlied. Hè? Ja, maar is dat Anja, je jeugdlied? Anja, dat is ook niet om mee te lachen. Elke uitzending zeg jij dat. Nee, maar dit Conny van den Bos is echt mijn kindertijd. Het was ook de favoriete van mijn grootvader. Ik denk altijd aan mijn grootvader. Dank je wel. Ja. Dat zegt toch niks over jou? Nee, maar wel iets over jou. Knap een puntje. Maar wel iets over uw leeftijd. Ja, voilà. Dus. In dat liedje dat ik nooit begrepen heb. En ik hou van jou als de wij. Nee. Zonder douw. Nee, tot stop. De bij met de douw. Tot de wij zonder douw. Dus voor altijd. Een wij waar geen douw. Als de douw. Zeg, kom aan. De volgende vraag. Dus dit is een mooi liedje. Net als Kerstmis en Pasen samen. En maar door douw. Ja, dat is iets anders. Ja. Dus net als Shaki om de hoek was dit een cover van een zekere Judd Strunk. Alleen zingt die Judd Strunk niet over een roosje, maar wel over een ander bloemetje. Goh, dat is over welk bloemetje? Is het in het Engels of is dat ook in het Nederlands? Dat ga ik nu lekker niet zeggen. Dat ga ik nu lekker niet zeggen. Ja, lachelijk genoeg gemaakt. Precies, La Linea. God, dat is moeilijk. Maar wat was de vraag juist? Ja? Goed, of had maar geluisterd. Judd Strunk heeft ooit... Zijn minder met je grootvader bezig. Dit liedje gezongen, maar over een andere bloem. Dus geen antwoord. Een tulp. Een tulp. Is een zeer fout geantwoord door de ploeg van Miguel. Dus ga ik meteen naar de ploeg van Danny. Is het een lange naam? Nee, je mocht niet helpen, want dat heb ik bij ons ook niet gedaan. Want je zei van, dat ga ik nu niet aan u zingen. Maar het is een hele lange naam. En een verkleinnaampje zelfs. Oh, ik weet het, Zeg, hey, dat is de papier. Maar ik denk... Oh, oké. Okay. Ik zei, maar zingt hij in Lieve Engels? Lieve Danny, zeg het toch. Forget me not? Nou, ik moet wel een bloem hebben. Hè. Forget me not, een vergeet mij nietje. Dat is een bloem. En daar zingt hij over. Oh, dat is fout. Maar ik weet niet of het over hetzelfde eigenlijk... nummer heeft. Mogen we dan terug naar hier? Nee, het mag niet. Het was... hij zong over een madeliefje. A Daisy, a Day, zong hij. Keeps the doctor. En in dat andere liedje... Maar ja, oké, okay, we gaan geen discussie. Geen punten daarvoor. Dus houden wij de tussenstand zoals hij was een tijdje geleden. 2 punten voor de ploeg van Danny en 5 punten voor de ploeg van Miguel. Ik mag gelukkig hier even weggaan en achter de piano gaan zitten van eens kijken Miguel, want zij hebben een nummer vertaald en gaan het voordragen in een andere taal dan waarin het eigenlijk wordt gezongen. En wie van jullie neemt de vertaalronde voor zich? Zowel Mark als Andrea. Wij doen dat samen. Ja. Komt u eerst aan dan. Ja. Komt mij bekend voor. Ja. Doe het nog maar. En dan is het meestal heel spannend. Ja. Bon. Alsjeblieft. Ik kijk uit een vies oud venster. Beneden razen de auto's voorbij. Ik zit hier heel alleen en vraag mij af. Waarom? Het is vrijdagavond. Iedereen is onderweg. Ik kan de hitte voelen. Die is verzachtend. Ben onderweg naar beneden. Op zoek naar de slag in deze vieze stad. Beneden in de stad zijn de jongeren op weg. Beneden in de stad zijn de jongeren aan het groeien. Het lijkt wel een sprookje. Ja, dat stond er niet. Nee. Vanaf nu terug wel. Wij zijn de kinderen van de Verenigde Staten. Nogmaals, wij zijn de kinderen van de Verenigde Staten. En als je het nou niet wint. Weet u het? Wij, denk ik, zijn het eens met elkaar. Dan zou ik het graag willen horen, de... Kids of America. Van? Kim Wilde. Alsjeblieft. Looking out a dirty old window. Down below the cars in the city go rushing by. I sit here alone and wonder why. Driving high and everyone's moving. I can feel the heat from the suit and heading down. I search for the beat in this dirty town. Downtown the arms are growing. We're the kids in America. We're the kids in America. Everybody wants to go around.
Kijk, en dat is het belangrijkste natuurlijk. 3 punten nu voor de ploeg van Danny en 5 punten voor de ploeg van Miguel. In de laatste ronde vanavond zoeken wij in zin van 4 woorden 1 rood scherm. De ploeg van Danny heeft tot nog toe het laatste punt binnengehaald. Dus ga ik weer naar de witte piano om mijn eerste scherm aan te wijzen. Ik stel eigenlijk voor, omdat zij 3 punten hebben... Dat wij scherm nummer 3 kiezen. Ik ben het daar volledig mee eens. Nummer 3. Met deze fantastische logica. Dat is een goede keuze. Va. 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 Er borrelt iets in mij op. Dat is goed. Ja. Dat is goed. Allee, Mark, maar jij moet ook nadenken, hè. Met uw grijze massa. Cause I've seen the dark side soon. Cause I've seen the dark side soon. I'll stand by you. Van de Pretenders. Ah ja, de Pretenders. Ja, wel. Het mag ook in de naam van de... Hey, why you look so sad? Tears are in your eyes. Come on and talk to me now. Don't be ashamed to cry. Let it all in through. Cause I've seen the dark side soon. When the night falls on you and you don't know what to do, nothing you confess could make me love you less. I'll stand by you. I'll stand by you. Won't let nobody hurt you. I'll stand by you. I'll stand by you, won't let nobody hurt you. I'll stand by you, even in your darkest hour, won't let nobody hurt you. I'll stand by you, I'll stand by you. Jullie krijgen alle mogelijkheden om nog zo'n nummer te zien. Ah ja, ik kijk naar u. Ja. En wat zie ik vlak boven uw hoofd? 4. Scherm nummer 4. Ja. Tof. In het vervolg iets lager kijken misschien. Scherm 1 of 2. De baas. Ja, nog maar een keer iets. 2. Scherm nummer 2. Doe. Doe. Of doe. Do. Misschien in Nederland blijven, maar in het Engels. Ja. Do you remember? Michel. Michel. Oh, van Anouk. Speciaal voor onze Michel. Thuis dus, hè. Michelle, slap, are you okay? I wonder if you ever think of me. It's been 9 years since that kiss. I can't help but the reminisce. Hey, Michelle, do you remember? Walk the street to the beat, hand in hand, you and me. Smiling faces so in love, hoping that they all could see that we belong together, you and me against the world.
ook meteen een punt waard voor jullie, want er is dan nog scherm nummer 1. You Do the Walk komt uit. Zeg het maar. En dat is. The Walk of Life van Dire Straits. The Dire Straits. Alsjeblieft. En ze naderen daar aan de zwarte piano, want meteen een vierde punt erbij. Het zou een gelijkstand kunnen worden nu, als jullie mij kunnen antwoorden op deze vraag. Dire Straits betekent eigenlijk nauwe straatjes. Stond voor de moeilijke financiële situatie waarin de groepsleden zich aan het begin van hun carrière bevonden. Ik ken dat. Maar hun oorspronkelijke groepsnaam mocht er ook wel wezen. Zelfs. Nee, nee. Luister, je krijgt drie mogelijkheden. Wat was de oorspronkelijke groepsnaam? Ofwel A. Café Racers of Café Racers, B. Bartenders of C. Clubhoppers. Ja, wat? Geen idee. Ik zag ook al op C. Waarom? Ik weet niet, zomaar. Het is een gok. Wat zeg ik dan nog? De club? De Clubhoppers. Dat, ik denk niet dat zo'n club... alhoewel, club... ja, van die country clubs, bedoel je dan? Die gokken op C? Ja, wij gokken op C. Bup! A of B? Kunt je A en B nog eens zeggen, want ik had niet opgelet. The Café Racers of the Bartenders. The Café Racers of the Bartenders. Dan zou ik de E nemen. Nee? Nee. De E? De E. De E. Eén. Klinkt wel beter. Jij zou B nemen, of wat? Ik zou B nemen, maar ja, nee, de Bartenders, dat klinkt logischer. Ja? De Café Racers, dat... Ja, oké, B dan? Gaan we gewoon voor B? Ik vind A wel beter klinken, eigenlijk. Nu? Zeggen we A? A, Andrea? Ja, Mark. Zeggen we A. A. Jullie zeggen A en dat is zeer goed gezegd. Het klinkt logisch, dat was het goede antwoord. Als chance had je geluisterd, heb je nog maar. En zo krijgen jullie weer een punt erbij. Nog twee punten mag ik weggeven vanavond. Aan welke ploeg? Ik ga eerst naar de zwarte piano, want jullie mogen mijn eerste scherm aanwijzen. Ik denk... Wat denk jij? Ik denk niks. Ik ga het een idee. Schermnummer? Ja, zeg drie dan. Hè? Scherm nummer 3. Oh. Dat komt ervan. Hè? Welk scherm kiezen jullie? Dat ernaast staan gewoon. Ik ga, scherm 4. Ik ga opnieuw. Scherm, ja. Nummer 4. Okay, Blues. Blues. Ja, jullie kunnen gewoon zingen tot jullie het antwoord weten. Ja, ah, wel, dat is goed. Laat ons dat dan doen. 1, 2, 3. Dan kunnen jullie de avond blijven zingen. Blues. Ja, dat is vaak simpel. En I guess that's why they call it the blues van Elton John. Ja? Ja. Ken je een tekst ook? Of ik die een tekst ken, dat gewoon ook ze beter weet. Ik ga maar wel proberen. Oké. Okay. Don't wish it away. Don't look at it like it's forever. Between
I can honestly say that things can only get better. And while I'm away, just out to demons inside, and it won't be long, because you and me run to a place in our heart where we hide. And I guess that's why they call it the blues. Time on my hands could be time spent with you, loving like children, living like lovers, wij snel doorgaan. Scherm 1 of scherm 2? 2. Scherm nummer 2. Little Town Blues. Mochten jullie weten welk nummer wij zoeken, dan mag dat zoeken gewoon dat, doorgezongen worden. Welk nummer is dit? These Little Town Blues. Start spreading the news. New York. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up this city. Het voorlaatste punt gaat naar de witte piano. Ja, doe het nu maar. Ja, ik zal het snel doen en ik zal ook snel de laatste vraag voor vanavond stellen. Ja. Samen met zijn dochter Nancy zong All Blue Eyes ooit een duet dat onlangs nog eens werd overgedaan door Robbie Williams en Nicole Kidman. Hoe heette dat nummer? Something Stupid is inderdaad goed geantwoord. En zo vlogen de punten naar de witte piano vanavond. En dat brengt de eindstand op 4 toch wel goed verdiende punten voor de ploeg van Danny. En 8 zeer snel verdiende, maar ook goed verdiende punten voor de ploeg van Miguel. Helemaal uitgezongen voor vanavond. Bedankt Mark, bedankt Andrea, bedankt Sarah en bedankt Peter. Ain't got no trouble in my life. No foolish dreams to make me cry. I never frightened or worried.